Het is donderdagmiddag en ik sta bij Synergon in Winschoten. En hier is net de productielijn geopend en naast mij een hele trotse directeur. Wij maken hier onze LED straatverlichtingsarmaturen. Van Innolumis dus. En aan de andere kant een hele trotse productieleider. Waarom ben je hier zo trots op? Omdat het een schoolvoorbeeld is van duurzame sociaal ondernemerschap. Nou hier, mooie kan niet. Dus in heel Nederland hebben we natuurlijk duurzame verlichting nodig. En dan hier ook gemaakt door mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt. Regionale producten worden er ook in gebruikt. En we hebben hier natuurlijk ook gewoon minder licht bij de wegen nodig. Hè? Meer gericht op de weg. Dus minder verspreide verlichting. En gemaakt hier in Winschoten. Wat wil je nog meer?